We worden steeds dikker. 46% van de Zuid-Limburgers is te zwaar. En van alle 55-plussers heeft zelfs 60% overgewicht. En we houden allemaal van lekker eten en snoepen. Waarom maakt u een verschil in verkoop zo na de feestdagen? Eigenlijk helemaal niet. In het begin, we staan hier 2 maanden, is het een beetje rustig. Maar daarna loopt het en het blijft lopen. Alles gaat goed. En nou, vandaag is het de nieuwjaarsdag ingegaan. Hetzelfde. En mensen hebben goede voornemens. Vaak ook afvallen en gezonder eten. Maar toch kopen ze dan nog oliebollen? Nou, ik merk er niks van. Het is toch verslavend. Hè? Dat lekkere geurtje, dat doet toch wel wonderen bij de mensen. Toch maar weer even voor de bijlen. Maar het mag allemaal wel wat gezonder. Na de feestdagen willen veel mensen meer sporten en afvallen. Daarom nemen we een kijkje bij Fitland XL in Sittard. Meneer, heeft u goede voornemens? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel goede voornemens heeft in deze tijd van het jaar. En wat zijn die van u? Nou, ik heb een conditie als een oud paard. Dus ik denk dat mijn conditie beter opbouwen meer belangrijk voor me is. En hoe doet u dat? Nou, door 2 keer in de week hier naar de sportschool te komen. En daarnaast bijna iedere dag te gaan wandelen. Bent u dan niet bang om terug te vallen, omdat u dan ook nog druk bent met andere activiteiten? Nee. Ik ben een poosje geleden gestart met sporten. En ik heb er een beetje een structuur voor opgebouwd. En ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon aan de gang te blijven. En te zorgen dat je niet terugvalt. Eigenlijk heeft u genoeg zelfdiscipline. Ja, dat klopt. Op dit gebied lukt het tot nu toe heel aardig. Wat kunnen mensen doen om af te vallen? Nou, allereerst zou ik adviseren om eens een bezoekje te gaan brengen naar de sportschool. Een samenstelling goed op het gezonde voeding letten. In de sportschool kan je deelnemen aan verschillende groepslessen. Zoals Zumba, Function, Body Pump. Als je denkt, nou ik ben niet zo van de groepslessen. Dan kan je ook gewoon zelf trainingen maken. Dat kan je ook behulp doen met een personal trainer. Die hebben wij hier ook bij Fitland. We beginnen dan met een schemaatje te maken samen met jou. Om te kijken waar jouw persoonlijke doelen liggen. En door een goede en leuke afwisseling te maken. Zodat voor jou het beste uitkomt. En wat kunnen mensen ook doen om hun goede voornemens vol te houden? Nou, voldoende afwisseling. Vooral ook de dingen doen wat je echt heel leuk vindt. Daar zoeken wij een goede balans tussen. Door het leuke met het minder leuke te combineren. Zodat je veel afwisseling hebt. En zo hou je het ook langer vol. En heb je ook nog tips wat mensen thuis kunnen doen naast het bezoek in de sportschool? Jazeker. Je kunt vaker de fiets pakken of te voet gaan. Niet altijd in de auto als het zonnetje lekker schijnt. Ga lekker als je eventueel kinderen hebt. Of met vrienden of vriendinnen of familie. Lekker naar buiten wandelingen maken. Ook genoeg buitenactiviteiten zijn er te doen. Lekker de open lucht gaan bezoeken. Mijn goede voornemen voor dit komende jaar, 2015, is om gezond te blijven. En mijn conditie in stand te houden. Dus, en dat wil ik proberen te doen door regelmatig te sporten. En daarna lekker de sauna ontspannen. Dus eerst inspanning en daarna ontspanning. Maar dan wel in een goede balans. Daarbij ook nog toch wel opletten op wat je eet. Dus gezond. Hè. Maar gezond kan ook lekker zijn. Maar ja, een beetje de balans erin te houden. I don't eat no meat. No dairy, no sweets, only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges, exercising daily to stay healthy. Deze week was in het nieuws dat de trend van 2015 wordt dat men meer groente en fruit gaat eten. Merkt u daar al iets van? Ik vind het goed dat het onder de aandacht wordt gebracht. En dat vooral de jeugd, de ouderen die weten dat, maar de jeugd die gaan naar de supermarkt en die pakken alles kant en klaar. Terwijl het dus makkelijk en dat je de dag van tevoren iets kunt voorbereiden, dat je de volgende dag kunt opnemen. En dan hebben ze, en ze zeggen dat ze geen tijd hebben, maar er is wel tijd genoeg voor. Heeft u nog tips hoe mensen meer groente en fruit kunnen eten? De meeste tips is, probeer 3 keer per week verse groenten en verse fruit te halen bij de echte groenteman.
We hebben vandaag een aantal tips gekregen om gezond het nieuwe jaar te beginnen. Nu is het alleen een kwestie van beginnen en volhouden.